En hoe kom je hier terecht? Ja, ik heb binnenkort komende woensdag een optreden, dus ik denk, laat eens een keer maar iets aan mijn haar doen. Oké, optreden. En ja. Wat doe je dan? Ik ben een rapper. Je bent rapper? Ja. Ja. Oké. Okay. En dat doe je al lange tijd al? Dat doe ik een jaartje of anderhalf. Oké. Okay. Ja, altijd wel naar muziek geluisterd, maar ja. Tussendoor ben ik gewoon zelf gaan maken en het lukt prima en dat ja, is een mooie hobby en het is gewoon super gaaf. Dus naast het studeren ben je bezig met rappen? Ja, ja, in mijn vrije tijd. Ik heb zelf wat op festivals opgetreden, op kleine kroegjes in Nijmegen, overal. En ja. Nou, dat wil ik zo door blijven doen, want het is gewoon een kick om op het podium te staan en dan gewoon dik lopen rossen en lossen en bossen. Okay. En is dat dan Engelstalig of Nederlands. Ja. Nederlands. Dat is Nederlands. Ja. Jij komt zelf oorspronkelijk uit? Dat is een lang verhaal, laat ik zo zeggen. Ik ben geboren in Kabul. Ja? Daar heb ik tot mijn zesde ongeveer gewoond. Ja. Ja, geboren in Kabul, maar daar ben ik niet opgegroeid voor de rest. Tot je zesde was je in Afghanistan? Ja. Ik heb in Kiev op school gezeten. In? Kiev. Kiev. Oekraïne. Maar wat was de reden van vertrek uit Afghanistan? Mijn vader was een politicus. Oké. Okay. En daardoor zijn we gewoon. Moet je op vlucht hebben, wijze van spreken. En hoe lang zit je nou in Nederland? Hoe oud was je toen je hierheen kwam? Dat is een jaartje of 12. Ik ben nu 25. Ja. Dus sinds die tijd. Ja. Maar de ontplooiing heb je in principe toch in Nederland dan grotendeels meegemaakt? Ja, vanaf mijn puberteit heb ik gewoon bij wijze van spreken in Nederland doorgebracht. Ja, ja. Maar je herinnert de tijd van verhuizing van land naar land, dat herinner je nog wel? Oh ja, allemaal. Goed. Allemaal. Dat blijft gewoon bij. Was dat een moeilijke tijd voor jou? Het is niet direct uit te drukken een moeilijke tijd, want ja. het was gewoon zo. En ik ken het niet anders. Ja. En, nou ja, we hebben veel gereisd, dus. Dat was niet dat was niet moeilijk voor mij. Ja. Dat was eerder gewoon, hier zijn we en hier moeten we het rooien bij wijze van spreken. Maar ja. Je ziet bijvoorbeeld Afghanistan wel als je moederland, of je vaderland, zeg ik. Ja. Dat wel. Zeker. Dus doet je ook wel pijn na alles wat er gebeurd is en nog steeds aan de gang is in Afghanistan? Ja, zeker. En ook sowieso met de militaire toevoeging die dan Nederland probeert te geven aan Afghanistan. Ja. Maar ja, ik ken de denkwijze van Nederland wel. En ik ken ook van vroeg af aan, zeg maar, vanuit mezelf dan, vanuit Afghaan zijn, ken ik ook de gedachtegang van Afghanen. Ja. En als je daar militair stuurt, dan zou ik denken van, wat heeft dat nou eigenlijk voor zin? Ik heb ook wel reportages gevolgd en de rapporten van de wederopbouw, dat er eigenlijk maar één muurtje werd neergezet, ja. En twee waterleidingen, maar dan was het gewoon. En zo'n grote bijdrage heeft het niet. Dus wederopbouw, nou, dat ben ik niet. Maar zou jij dan bijvoorbeeld na je studie terug willen gaan naar Afghanistan? Want je studeerde geen planologie, maar. Ik studeer sociale geografie. Dat is ongeveer hetzelfde. Ja. Of een aantal vakken na. Maar dan kan je wel een toegevoegde waarde hebben aan door wederopbouw van zeker. Afghanistan. En dat ga ik ook proberen te doen. Maar, dat is wel te denken. Voorlopig niet, maar ik kan er wel veel betekenen, dat wel. Gewoon sowieso als sociaal geograaf. Ja. Zou ik er best wel veel. Ik zou bijvoorbeeld westerse denken bijvoorbeeld makkelijker kunnen integreren. Juist door het gedachtegang hier te kennen en het gedachtegang daar. Maar waar treed je dan op aanstaande woensdag? Ken je Hoopveld, Café Pieken? Wel van gehoord, maar nooit eerder. Dat is bij Heindaal, dicht bij het station. Ja. En dan gaan we daar optreden. Dan gaan we ook videoclipjes schieten. Oké. Okay. Gaan we als promotie aanbieden om bij Don Roosje gaan spelen uiteindelijk. Ken je dat, Don Roosje? Don Roosje ken ik wel, ja. Wil je daar wel eens optreden? Of was eerder daar optreden? Nou, daar wil ik gaan optreden. Ja. Ja, heb je nog een artiestennaam? Ja, zeker. De naam is Rapsode. Rapsode. Aangenaam, ja. Van het is de R tot de A tot de P en zo de J. Het vijfde element van die klik had nooit de P. Ik kom met die complexe teksten die je rap reflexen testen. Rap rappers buiten westen om mijn band die weg te pesten. Het is de boom, chugga chugga rapper uit het ogen noorden. En mijn bekoren uitverkoren om je posie uit te moorden. En ook al zit ik hier mooi bij de kapper. Hé, maar zometeen ga ik eruit en dan zie ik echt niet uit als een stakker. Nee, want dan heb ik van die lekkere spikes. Jawel, je weet toch hoe dat gaat. Dat is maar de vraag, hè? Ja. Nou, ik geloof wel helemaal.
want het ziet er al, het gaat goed. Ja. Ja.